Goedemiddag, daar ben ik weer, ZeldaPlayer 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we dus, zijn we in een nieuwe dome terechtgekomen. Volgens mij hebben we hier al een level gedaan, weet ik niet zeker. Moet ik daar eigenlijk al eventjes kijken, want ik zag hier dat er een speedy comment was. Maar ik heb hier ook, een speedy comment, prankster comment. Kijk maar. Oh ja, we hebben hier het waterlevel gedaan, want ik haat waterlevels. En dan mogen we nou dus ook gelijk een fast foe comment in orbit gaan doen, waar ik het over had in de vorige aflevering. Wat goed uitkomt, want ik heb namelijk een paar updates met jullie te melden. Om mee te beginnen, zoals jullie misschien het doorhebben, is er een kleine wijziging in de kwaliteit van mijn video's. Dit is gekomen dankzij mijn animator Alex, die heeft het mij aangeraden om zo te gaan opnemen voortaan. En in deze aflevering ga ik niet spoilen wat het is. Ik wil jullie vragen of jullie weten wat het is. Dus laat het weten in de reacties als je de tijd gaat, als je erachter bent gekomen wat de kwaliteitverandering is. Verder heb ik ook nog een hele leuke update. Want ja, dit level hebben we al gezien. Het enigste verschil hier is, alles gaat nou een stuk sneller. Dus net zoals in Mario Galaxy 2. Maar wat ik dus, niet weer dezelfde fout, hè, paas erop. Wat ik dus ook heel eventjes door wil geven, ondertussen dat ik deze sterren snel even ga halen. Zaterdag, als ik me niet vergis natuurlijk. Nee, het is zaterdag. Zaterdag heb ik een nieuwe Street Pass meeting met Gamepit. En deze zal gehouden worden zaterdag in Arnhem. Om 12 uur bij de Gamania. Ik ga daar zelf natuurlijk... Hoezo, dat was een openingplek? Flame. Nee, ik spring naar... Oh. Nou, deze opname die begint al goed. Gelijk op 2 faals. Dat gaat al goed. Dus, maar nee, goed. Als ik dus aan het vertellen... Oh, nee, dacht, daar komt hij niet. Ik dacht eventjes dat hij daar kwam. Foutje van mij. Oh. Schrik maar helemaal sup. Nee, maar ik ben er dus aanwezig. Ik verzamel daar op het station, Centraal Station Arnhem. In, voor de mensen die dus met de trein komen. Ik zal daar staan om 11 uur. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Oké. Okay. Nee, ik zou daar staan om 11 uur tot 11:45 om dan met de groep, zeg maar, die dan ook daar aanwezig zullen zijn. Zal ik, zeg maar, met de groep lopen we dan richting de Gamania, waarom ze niet zo zijn. De meet duurt tot, van 12 tot 5 wil je langer blijven. Nou, ik heb geen tijdslimiet, dus ik sta er als Mario, dus eigenlijk alweer wel, maar... Ik heb heel veel tijdslimiet en ik heb zelfs zoiets van, hebben we het zo erg naar ons zin, dan kunnen we nog altijd wel eventjes nakletsen of zo, dus het is geen enkel probleem. Ik neem zelf persoonlijk, met mijn 3DS neem ik Mario Party DS mee, dus heb je een 3DS of heb je geen 3DS, maar heb je een DS, neem deze zeker mee en dan kun je zeker meedoen met Mario Party, wat zeker leuk zou zijn. Dus niet vergeten, aankomende zaterdag uit het hoofd is dat op, het is vandaag de, we weten nog niet eens welke datum het vandaag is, leuk hè. Het is vandaag dinsdag 3 juni. Dus dan is het 4, 5, 6, 7... De zevende, denk ik? Daar kom ik later nog wel op terug. Ik ben aan het live opnemen, dus ja, dan sta je er eigenlijk niet echt stil bij, hè, van hoe dat zit. Ik moet wel in een goede positie blijven, want anders werkt mijn tingemajing niet goed. Maar goed, we hebben dus een ster erbij. Nou, die nieuwe galaxies... Ja, zullen we naar die nieuwe gaan? We gaan gewoon naar die nieuwe. Is wel zo leuk. Ghostly Galaxy, een van mijn favorieten. Dus, maar goed, even kijken. Dan is het dus, als het vandaag de ik heb het weer kwijt. Als vandaag de 3 dus is, dan is het woensdag de 4e, donderdag de 5e, vrijdag de 6e, ja, 7 juni. Dan is de Street Pass Meeting dus van Gamepit. Ik ben er ook aanwezig, dus lijkt me altijd leuk om jullie te ontmoeten. En, huh? Luigi and the Haunted Mansion. Maar ik ben Luigi. Am I missing something? Toad? Toad, kun je het mij uitleggen? Toad, Toad, luister eens. Toad, makker, makker. Talk. We detected signs of Luigi in this galaxy. I hope he hasn't been eaten by ghost. Je praat tegen Luigi. Dus... Logica's! Het zal allemaal wel. Oké, nou weet ik uit het hoofd dat als je dit ding breekt, dan zit er hier een Power Star. En dan kunnen we dus eventjes wat Starbits mee verzamelen. Als ik me niet vergis, zit hier ook nog ergens een Secret to Everybody. Maar volgens mij was dat in een andere ster. Dus ik weet niet of dat deze was. Volgens mij niet. Dit is eigenlijk zeg maar waar we al vanaf
part 1, waar er een discussie over was begonnen, zeg maar, op YouTube, op mijn eerste aflevering van hoe zit het dan met Team Missy. En nou krijgen we daar eindelijk het antwoord op. En hoi Chainchomp, je bent nogal blij vandaag. Ik weet niet waarom dat je zo blij bent, maar ik zelf persoonlijk ben niet echt blij. Ik vind het eng als je zo op me af komt lopen. Oké. Ik kijk het Boo. Oh, die kun je niet ground pounden, maar flame. Ja, als het goed is kun je boot kun je dus alleen maar killen met light. Ik denk ze altijd heel even laten zien. Dus als een boot door het licht heen gaat. Ah. Yay! Dan kill je dus zeg maar de boe. En dan is het boehoe voor die boe. Oké. Nou. Hele slechte, ik weet het. Sorry, ik zit vol met die slechte dingen. En ik ben divergeerd met mijn wiep. Deze nieuwe setup is wennen, jongens. Sorry, dit is de eerste keer dat ik zo nou aan het opnemen ben met een nieuwe setup. Nogmaals, als je het verschil kan horen en zien, laat het natuurlijk weten. Eto. De coach heet al. Ja, dat was ook al achter, Toad. Dankjewel voor het nog een keertje daarvan uitleggen. Dus, alleen, tuurlijk. Au. Kom hier. Kom hier. Kom hier. 1, 2, 3, 4, red light. Green light. Red light! Green light! Ah, hey, kijk, je had de sleutel. Altijd leuk om dat soort geintjes te doen. Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt heel erg leuk hoe dat er zoveel kijkers zijn, zeg maar, die dan die leuke reacties geven iedere dag maar weer. Over hoe leuk dat ze de video's wel niet vinden. En de audiocommentaar en hoe dat Nintendo... Ik krijg heel vaak vragen over van waarom alleen Nintendo? Nou, ik ben praktisch zelf opgegroeid met Nintendo. Dus dat is eigenlijk een van de grootste redenen waarom dat ik heel veel Nintendo doe. Ik doe soms heel af en toe wel eens andere spellen. Zoals dat ik Luigi... Zoals dat ik Medieval heb gedaan en alles. Wat eigenlijk best wel een underrated game is als je mij vraagt. Ah, zo. Sorry. Ja, ik heb gisteren een update heb ik dus zeg maar geplaatst. Want ja, waarom gisteren geen update was, omdat ik te druk had, had ik maar even neergeschreven. Ik was gisteren namelijk nogal aangevallen door onkruid. Gisteren was ik bezig geweest met mijn onkruid een beetje mijn tuin zeg maar te verzorgen. Nou, ik heb absoluut geen groene vingers. Maar ik heb dus een hele grote allergie voor onkruid. En... nadat ik daar dus klaar mee was, was er dus nog genoeg tijd om eigenlijk op te nemen. Maar ik was zo duizelig geworden van de onkruid. En echt overal uitslag en alles. Het was geen pretje, laat ik het daarop houden. En dat is de ster waar we naartoe moeten. Maar ik dacht dat hier een secret to everybody zat. Yo. Oké. Hier moet iets zitten. Laat me los. Oké, omdat het dus niet er gaat daarin. Switch. Oh, muntjes. Zijn muntjes niet compleet pointless? Of lag dat nou aan mij? Ik bedoel, volgens mij waren muntjes compleet pointless. Nou ja, we krijgen gratis muntjes. Dus je mag een gegeven munt niet in de munt kijken. Als ik me eigenlijk niet vergis. Ik weet dat hier ergens namelijk nog een Secret Star zat. Maar ik kan uit mijn hoofd niet even meer herinneren waar dat het precies zat. Dus nou, dan vallen we hier weer eventjes door dit gaatje heen en recht op de grond. En dan weten we tot daar dus zeg maar een star is gekomen. Zat er hier boven niks? Nee, er zijn allemaal black holes. Allemaal van die kleine zwarte gaatjes. Wat lief. Kun je nou nog invallen? Ja, dat kilt je gewoon. Oké, ik moet het even uittesten. Sorry. Voor de mensen die het zich afvragen, nee, ik speel dit niet blind. Alleen, het is heel erg lang geleden dat ik dit spel gespeeld heb. En daarvoor ben ik dus zeg maar ook gewoon nog heel veel dingen aan het uittesten geweest. Of ja, doe ik dat gewoon eigenlijk tijd. Ik had een test playthrough. Maar ik vind het niet echt leuk om naar een test playthrough te gaan om zeg maar iets te moeten uittesten. Dan heb ik zoiets van, dat is een beetje boring. Dus, dit kan problematisch zijn. Daar dan. Dat ging ook maar net goed. Zit er eigenlijk aan de andere kant niks? Nee, ik had een practice file in gedachten en... Ik ben Luigi. Dit is nogal awkward. Maar dat maakt niet uit.
Laten we maar het huis gewoon ingaan en laten we dan maar die andere Luigi gaan helpen. Ik bedoel, ik heb geen poolstars nodig. Oké, dus... Pas erop, hè. Is dat een echte leven? Kun je het pakken? Nee. Flame. Maar goed, we komen hier bij een introductie van een nieuw item. Namelijk de Booshroom. En dat verandert je in Booigi. In plaats van Luigi Bully, doe Booigi. Booigi. Oké, sorry. Ik vond dat best wel grappig om dat te doen. Als Booigi kun je dus zeg maar, je kunt onzichtbaar worden. En daardoor kun je dus zeg maar, ja, niet geraakt worden door sommige dingen. Je kunt vliegen door de hele tijd op A te tappen. Omdat je een spook bent. Dus wat ik eigenlijk niet snap. Op het moment dat je door het licht gaat, ben je je power-up kwijt. Want ja, spook houden niet van licht. En als je dus onzichtbaar bent, kun je dus zeg maar door bepaalde muren heen. Hè, wat best wel handig is. Het enige wat ik wel jammer vind hiervan is dat de camera angle nogal een beetje aan de irritante kant is. Daar wil ik niet door geraakt worden. Nou, de bedoeling is om gewoon naar de Luigi toe te gaan. Dat is eigenlijk praktisch wat je hier wilt doen. Laten we heel eventjes een beetje onderzoeken. Altijd doen als we zo een game aan het doen zijn. Volgens mij is het de bedoeling dat we hier gewoon weer ons eigen worden. Hallo. Mag ik heel even? Dank je. En dan moeten we hier dus overheen springen. Hallo. Oh my. Are you... me? Well, I guess there's enough people in the universe for one person to look like me. Anyway, I found a power star. Let's take it back, okay? Yeah. Dat lijkt me nogal een goed idee, ja. Dus geef me nou maar die power star. And let's go home. En als je dus kan zien, deze Luigi die heeft een beetje vagere kleuren, alsof dat hij een beetje vager is. En volgens mij ben ik iets groter dan hem. Dus, maar dat kan ook zijn omdat hij gebukt staat of zo, dat weet ik niet zeker. Maar daar komen we van eigen achter. We hebben een ster, hoe dat je. Ja, we hebben maar 2 muntjes, want we zijn dood gegaan. Dat weten we ondertussen wel. A new chapter has added to the storybook. Ja, die lees ik ook nog wel eventjes dadelijk voor. Welcome back. I can see your twin from here. If you ask him, I'll bet he helped you search for power stars. And I'm sure he has a lot to tell you. You should speak to him over there by the garage. Of dat was Rosalina. Ik denk elke keer dat dit zwarte Starbit eigenlijk tegen ons te praten, maar dat doet hij helemaal niet. En het is eigenlijk best wel vervelend. Wat we dus kunnen doen is, hij geeft ons een paar additional stars. Deze sterren die zijn zeg maar nodig voor 100% completion. Dus, maar zoals je dus kunt zien, is hij iets groter dan mij. Hij is iets groter dan mij, zie daar. En hij heeft een, ja, jij bent iets groter. Hey me, you're looking for power stars, right? I think you missed one in the Good Egg Galaxy. I write you a letter if I find it and check your mail. Nou oké, okay, dankjewel Adam. Ik ben gedegradeerd op Mini-Me. En ik hou er niet van om een Mini-Me te zijn. Ik moet daar naar boven toe. Dus, ja. Maar en om eventjes terug te gaan naar mijn vertrouwde favoriete kijkertjes. Heel vaak wordt mij wel gevraagd van, ja, of dat ik het niet erg vind dat ik zo weinig subs heb. Ja, ik sta er ook van te verbazen, hoezo heb ik weinig subs? Ik bedoel, ik zit over de 1600 heen, ik kan niet blijer zijn. Ik maak 1600 man gewoon vrolijk met mijn video's. Daar ben ik gewoon ongelooflijk blij mee dat ik jullie blij maak. Dat vind ik wel leuk om te doen. Dus, ja, ik... Wat eigenlijk mij zeg maar gemotiveerd had om deze video's te blijven maken, mijn studio te upgraden en alles. Dat is gewoon zeg maar al die leuke reacties. Ik maak mensen blij en er is niks beters dan dat voor mij. Ik vind persoonlijk het leukste om mensen blij te maken. En nou vertellen heel veel mensen dat ik goed ben in het entertainen en noem maar op. Nou, dat is allemaal feedback. Daar ben ik heel erg blij om. En deze missie gaat heel erg vervelend worden met deze nieuwe setup. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. A very spooky sprint. Volgens mij moest ik racen met een boe. Boehoe, oké. Volgens mij was het ook als... Oké, gaan we hier naartoe. Dan vraag ik mij af of hier nou die secret star zat. Maar volgens mij niet. Of wel. Oh, mag ik heel eventjes weer... Tiet.
Want daar zie je dus nou een heleboel sparkly, terwijl we die kant op moeten gaan. Maar volgens mij was dit de Secret Star. Dus daar kijk ik nou eerst naartoe. Dit vind ik echt zo episch, als je als Rainbow Luigi zo eigenlijk gaat lopen. En dit is een Secret Star. En deze die is nogal pittig. Voor de mensen die Mario Galaxy 2 hebben gezien, dit is een beetje te vergelijken met de Yoshi quest, zeg maar, dat hij die fruit moet eten. En ja, dat hij dan zeg maar een zaklampje is. Wat eigenlijk best wel creepy maakt. De plateaus die je ziet, daar kun je alleen maar oplopen op het moment dat ze zichtbaar zijn. Dus zijn ze niet zichtbaar, kun je er niet oplopen en val je dus gewoon door de vloer heen. Dus kijk er gewoon uit. En boe, jij bent eng. Oké. Ik pak ze niet allemaal, Sorry. Sorry, wil je me niet achtervolgen? Daar hou ik niet van. Oké, dat betekent ook weer zo'n. Multiple blok. Stoute boe. Stout. Red light. Red light. Red. Rood. Wil zeggen dat je niet door mag leiden. Mag ik hier alsjeblieft een zaklamp? Ik bedoel, het voordeel van Yoshi was tenminste dat hij ze nog op kon froten. Mag ik helemaal een kentje doorheen? Ja. Oké, it's a key to everybody. Volgens mij is dit zo'n hele vervelende waar we dus nou naar boven moeten gaan klimmen. Omdat dus zeg maar de grond zal verplaatsen. En dat is nogal creepy. En daar houden we niet van. En dan moet je de sleutels gaan verzamelen om zo snel mogelijk de deuren te openen. Om andere sleutels te vinden ofzo, behalve die, want dat sloeg helemaal nergens op. Maar dat maakt niet uit. Oké. Hij gaat nogal langzaam, dat is een goed iets. Oké, mag ik die sleutel? Geef! Ik heb tijd genoeg. Leven erbij. Muntjes erbij. En, oh, ik heb niet echt veel tijd meer hier, zie ik. Oké, open! Ja, een secret to everybody. Yay! Nou denk ik. Ja, ik heb gisteren geen aflevering gehad. Laten we die oorspronkelijke sterren ook nog maar eventjes doen. Dat is wel zo netjes. Ik bedoel, waarom ook niet? We hebben gisteren geen sterren gehad en dat is nogal flame. Tenzij dat Rosalina nou weer iets anders heeft te melden, want we komen weer terug in het midden. Dus ik neem aan dat Rosalina iets te melden heeft. Toad heeft iets te melden. You have a letter. Sorry. You have a letter from Luigi. Bro, I got a star, but now I can't get back. This picture shows me where I am. Help me! From Luigi. Where is that place? It looks familiar, but then again... Oh. It looks familiar, but then again. Let me give you this picture so you won't forget what Luigi is. To view a picture, press something or something to access the puzzle. Ik ga niet alles uitleggen. Nou, we houden het dan op die ster en dan die race doen we dan in de volgende aflevering. Want iedereen weet waar dat die ster zit. Die ster is binnen 5 seconden te halen. Je gaat hier naartoe. Naar het eerste level, Good Egg Galaxy. En... Blijkbaar is er een speedy comment als die... Of een speedy comment. Een prijkste comment als er een prijkste comment is. En gelijk die selecteren. Dat is het beste wat je kunt doen. Dus hebben we toch nog een extra set. Waarom niet? Goed. Honey Hive Cosmic Luigi Race. Volgens mij is het zo'n Cosmic Start dat je schaduwen hebt die je achtervolgen. Oh nee, dit is een soort van race. Je hebt dus zeg maar een Shadow You en die moet je racen naar de ster toe. En de eerste die bij de ster is, die wint, verlies je dan... ben je dus zeg maar... dan verlies je een leven. Wat het nadeel is, met Mario is dat heel erg makkelijk. Met Luigi is dit een uitdaging. Dus als je een long jump doet, heeft het helemaal geen effect. Ja, ja. Je kunt geen power-ups gebruiken. Je kunt dus geen super shrooms vinden. En als je op het juiste moment op A drukt, dan heb je dus het voordeel dat je dus zeg maar een speed boost krijgt. Oké, en als je tegen hem aanspringt... Dit is niet goed. Je wil zoveel mogelijk longjumps doen. Ik ben bang dat ik dit ga falen de eerste keer. Dat is niet goed, jongens. Ik ben de speedrun master. Kom op. Da. Kom op. Sorry, geweldig audio commentaar hier. Ik kan er niks aan doen, maar ik heb gewonnen. Ik dacht eventjes dat ik die 6 zou verliezen.
Oké, nou in ieder geval, we hebben de sterren. Je ziet dus hoe close call dat het is met Luigi. Met Mario kun je... Ja, heb je eigenlijk veel meer tijd om dat te doen. Dus daar hoef je je dan geen zorgen over te maken. Maar met Luigi kan het nogal een beetje lastig zijn. Dus hou er wel rekening mee als je dit spel speelt. Oké, nou we hebben dus 35 sterren. Nee, ik wil niet 7. Wat het maar eventjes op de vraag brengt. Waarom save ik niet between afleveringen? Waarom wel? Wat maakt het uit? Nou, dan kunnen we nou dus naar Good Egg Galaxy. Zien we dus dat er een vraagtekensterretje zit. En dat komt dus omdat, ja... De andere Luigi heeft dus een ster gevonden. En ja, hij kan niet wegkomen of zo. Ik wil. Waarschijnlijk heeft hij niet geleerd hoe dat je kan teleporteren met de sterren. Laten we zeggen dat dat dom Luigi is. Dum dum. Yo dum dum, bring me gum gum. Nee, wij hoeven die ster niet. Want zoals we hebben gezien, daarboven staat hij al gelijk. Wii! Ik speel dit op een Wii U. En voor de mensen trouwens die het willen weten, er is een update op de Wii U, waardoor dat je spellen nou nog sneller en alles kan doen. Dus vergeet niet je Wii U op te updaten. Vergeet niet je Wii U op te... Oké, ik doe het overnieuw. Jouw schuld. Kom op! Dank je. Hoi, Minimi. You came to save me again. I know I could rely on me. Wah, the power star. Yeah, I got it right here. Nou, dankjewel, Luigi. Dus, nee, maar vergeet vooral niet je Wii U op te updaten. Het is een hele fijne update, dat kan ik jullie wel vertellen. Maar goed, met die ster... Hurry and take that power star back. Dit is awesome. Double bro Luigi style. Sorry, ik weet niet. Ik vind het gewoon gaaf. Ik kan er helemaal niks aan doen. Ik spuug er alle kanten op. Het weer bij Zelda Play 20 Studios is nogal regenachtig. Maar goed, hebben jullie een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Hebben jullie de upgrade gevonden van de studio, van deze opnamekwaliteit en alles? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. En in de volgende aflevering gaan we eerst beginnen met story mode. Dus ja, met dat verhaaltje wat ik had voorgelezen. Maar, wou voorlezen, maar dat doe ik dan niet. Ik zie jullie morgen. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. Doei!